Ja, ik ben Frans Jespers. Ik ben ondervoorzitter van de voedselbanken van de provincie Antwerpen. De voedselbanken is eigenlijk een magazijn, een groothandel, zal ik zeggen. Wij verzamelen de overschotten zowel van de industrie als van de verdelers, van de grootwarenhuizen. En wij verdelen die op ons beurt aan verschillende verdeelpunten. Voor de provincie Antwerpen zijn er dan een 60-tal. Ja, dat is thee, hè. Dat is meer volume dan gewichten. Voilà, dit zijn de goederen die de toevlucht gaan halen is bij de veiling in Katelijne-Waver. Mechelen, zeggen ze. Hoofdzakelijk kolen, zie ik. We hebben twee magazijnen. In het andere magazijn daar hebben we ook de EU-goederen. De EU die koopt jaarlijks voor een vrij hoog bedrag, voor België is ongeveer 11 miljoen euro, aan voedingswaren en distribueert via de voedselbanken die naar verschillende verdeelpunten. En die kopen alles aan. En die kopen melk, die kopen rijst, die kopen pastas en dergelijke basisvoedingen. Nog één erop? Dat klopt, dat is schoon, hè? Zit eens, dat is toch schoon, hè, jongens? De meeste mensen die bij ons komen, dat zijn mensen die op pensioen zijn, jong gepensioneerden waren dat vroeger. Dat zijn mensen die ofwel spontaan zich komen aanbieden, ofwel die wij persoonlijk kennen en aanspreken. Dat zijn mensen die uit allerlei beroepen komen. Dus dat zijn er laboranten, dat zijn artsen zitten ertussen. Dat zijn mensen die in de haven gewerkt hebben. Oh ja, dat is het. Rust. Ja, dan heb je zo lang weer gestudeerd, dan moet je dat wel kunnen. Ik ben Danny. Ik werk voor de toevlucht voor een voedselverdeling. Om 6:30 was ik al in Mortsel. Dus eerst het bakken brood uitlaaien van gisteren. En dan twee paletten gaan halen aan de andere kant van de baan. Dus nu is het bijna 9:00. Nu ga ik nog lossen in de Den Bruggestraat, de bedeling. Goh, dat is wel 8 jaar geleden door een maat. Die heeft mij eens meegenomen en ben door blijven plakken. Die is gestopt, ik ben voortgegaan. Toen hij al het vervoer voor de toevlucht. Ik verveel me niet. Na 9 jaar pensionering. Ik heb nooit niet fysiek moeten werken. Hè. Ik heb altijd laten werken. Dat was ook plezant natuurlijk, maar dan moet ik het allemaal zelf doen. Hè. En zo, ja. Deze is nou wel leuk. Hè. Je doet dat voor een goed doel. En dat de mensen tevreden zijn, is het vooral ook goed. Hè. Mijn naam is Willy Verbruggen. Ik ben verantwoordelijke van de VZW De Toevlucht. En wat wij doen is mensen ja, voedsel geven die dat dus niets hebben, die dat minimum inkomen hebben. Alles dat je krijgt, moet je meenemen. Niet op straat zetten, want anders moet er niet meer komen. Als je moslim bent, dat zeg je beneden, dan krijg je geen varken. He? Maar alles dat je krijgt is voor op tijd, alles. De mensen die naar hier komen, dat zijn dus mensen die gestuurd worden door TOSNW. Dat ook gecontroleerd zijn door TOSNW, dat ze dus nood hebben aan voeding. Mensen die in schuldbemiddeling zitten, mensen die op de vlucht zijn, mensen die zonder papieren zijn. Noem maar op, iedereen die echt nood heeft of ja, te weinig inkomsten heeft, die is hier welkom. De controle wordt gedaan door het OCW. Vroeger deden we het allemaal zelf, maar nu moet het OCW, dus dat zijn overeenkomsten, moet het OCW dat controleren en de mensen doorsturen. Dat wil niet zeggen dat ik al die mensen aanneem, maar daar beslis ik nog altijd zelf over. Goeie namiddag, mag ik iets vragen? Vragen is toch vrij?
Ik heb hier een lidkaart van, hè, maar ik ben al een tijdje niet meer geweest, dus ik heb de volgende datums. Ik ben deze jaar eigenlijk nog niet geweest, omdat je een tijd hebt gehad, dus ik heb eigenlijk... En jij weet niet in een groep dat jij zit? Ik heb de, je hebt dat kortje A, toch? Ja, ik heb het kortje, bij groep A, denk ik. Ah, dat was, vorige, A, dat was vorige week. Groep A was vorige week. Nee, maar, en dan, wanneer is dat dan? Binnen 3 weken dan? Volgende week is, vandaag is B, volgende week is C. Ik heb pasfoto's vooruit. Ja, maar je hebt die pasfoto's voorlopig niet nodig. Ik heb vroeger gewerkt op Electrabel. Dus begonnen in de periode van Ebens en dan is het Electrabel geworden. En mijn job die was daar mensen afsluiten als zij hun elektriciteit niet konden betalen. En daardoor heb ik ook al die armoede gezien, dus bij veel mensen thuisgekomen, echt armoede gezien. En ik kan u wel zeggen, als je ziet wat er allemaal gebeurt achter de deuren, dan is het schrijnend dat dat kan in een land gelijk België, dus waar zogezegd zoveel voorspoed is, waar mensen zo goed zouden kunnen leven, maar het is toch andersom.